Naar verwachting zullen er in 2050 ongeveer 10 miljard mensen op aarde wonen. In de komende 30 jaar komen er dus nog zo'n 2 miljard mensen bij. Die mensen die moeten allemaal eten, wonen en werken. En dat terwijl er op dit moment zo'n 800 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben. 98% van die mensen woont in een ontwikkelingsland. Hoe kan deze wereldbevolking in 2050 gevoed worden? En kunnen we dat op een duurzame manier? Dat wordt nog een hele klus als we bedenken dat er niet meer landbouwgrond bij zal komen. Sterker nog, door klimaatverandering en toenemende bevolkingsdruk zal het beschikbare areaal eerder af dan toenemen. En ook water, fosfaat en brandstof zullen in de toekomst schaarser worden. Er komt nog bij, voedselzekerheid is niet alleen een kwestie van voldoende productie, het is ook een kwestie van verdeling. Op dit moment wordt er wereldwijd meer dan voldoende voedsel geproduceerd om alle monden te voeden. En toch lijdt 10% van de wereldbevolking honger. Het voedsel wordt niet eerlijk verdeeld. En daarnaast wordt er ook veel te veel voedsel verspild. In sommige landen bereikt 40% van het geproduceerde voedsel uiteindelijk niet de consument. Wat kunnen we daaraan doen? En wat kan jij daaraan doen? Jij kunt je profielwerkstuk maken over voedselzekerheid en zelf op onderzoek uitgaan. Bijvoorbeeld, hoe zet je een eerlijke handelsketen op in voedsel? Of kun je een kaart maken van waterschaarste in de wereld? En welke invloed heeft klimaatverandering daarop? Je kunt voedselzekerheid ook vanuit de geschiedenis bekijken. Bijvoorbeeld, hoe zijn onze eetpatronen veranderd? En waar kwam vroeger ons voedsel vandaan? En waar komt dat nu vandaan? Ga jij de uitdaging aan?